Jezus, Mina. Wat een acceleratie heeft die wagen. Maar de boetes die je krijgt, die werken ook voor elektrisch, hoor. Dus dat ja, is echt... Ja, ja, nou, dat leggen we wel uit aan die agent. Okay. Wow. Oh my god, it drives really nicely. Je bent een expert op het gebied van directies. Wat vind je van de Tesla Model S als je hem zo van buiten ziet? Nou, lijkt me voor alle directies geschikt in Nederland. Ja, hij is luxe, compleet. Ik heb net al een heel klein stukje mee mogen rijden. Ja, het zit gewoon comfortabel. Mm-hmm. Ongelooflijk, die bagageruimte en dergelijke erin. Het is, en ik was al een klein beetje onder de indruk van de acceleratie. Maar dat gaan we zo proberen, begrijp ik. Ga maar even kijken, ja. Gaan we zitten. Wat doe je eigenlijk als beroep? Ik doe een executive search. Dus wij proberen directie- en managementleden voor bedrijven te vinden. Dus zeg maar de topmensen in Nederland in beweging krijgen. Hartstikke mooi. Wat vond je van de buitenkant van deze auto? Ja, fantastisch. Het is gewoon de eerste wagens die ik zie waar je normaal mee naar buiten kan. Ik vind dit de Apple onder de auto's. Maar ik ga nu kijken hoe die rijdt. Is het goed? Ja. Het is lekker. Het is echt. Het is bijna net echt. Ja, het is echt helemaal super. Dit. Het rijdt echt lekker. Ik heb dus nu de auto, ik heb nu de sportstuur heb ik op sportief gezet, dat is een beetje zwaar. Als ik het er comfortabel zet, ja. Ja. Holy shit. Sorry hoor, het is echt niet te geloven dit. We hebben ook echt een mooi, het is een mooie weg om het op te proberen zo. Je moet ook even hard remmen. Sorry jongens. En het aardige is, met deze auto kun je dus gewoon 500 kilometer radius, maar niet zoals jij net rijdt. Nee, dat is duidelijk. Maar het grappige is dat deze auto dus gemaakt is door een computerboys die zeg maar daarna automensen erbij hebben gezocht. Het is eigenlijk alsof je in een Apple zit in plaats van in een auto. Een soort Apple iPhone met een auto eromheen of zo. Dat is echt wel super dit hoor. Sustainability, is dat een punt voor directies tegenwoordig of is het alleen maar een modegril? Nou ja, een deel zal het als modegril zien, maar iedereen heeft langs mond wel door dat we natuurlijk naar een andere situatie moeten. En als het op deze manier behelpen wordt, dan denk ik dat er wel een hoop directies een stap willen wagen. Nee, ja, wat mij betreft gaan we gewoon banen aanbieden met dit soort auto's. Dan is het in één keer duidelijk. Dan kunnen ze allemaal om. Heb je een leaseauto? Ik heb een leaseauto, ja. Van wie? Volgens mij van Avalon. Oké, okay. Een upgrade, vind je niet een upgrade de moeite waard? Zij hebben er nog 30 liggen. Ik had al een offerte aangevraagd. Ja, hij ligt al. En na deze proefrit? Ik zou zeggen, laat ze maar eens bellen weer. Ja. Ja. Okay. Gerard, executive search, nieuwe directies. Past dit bij innovatief en sustainability in jouw beleving? Ik denk dat elke directeur heel goed voor de dag kan komen, deze auto. Maar ook een buitengewoon comfortabele auto heeft. Wat rij je nu? Ik rij nu een Audi Q5. Oké, okay, van wie? Van. Wie heeft hem geleverd? Volgens mij Athlon. Ja. Oké, okay, de upgrade naar deze Tesla? Ja, ik heb al gezegd, ik heb het voorstel liggen. Ik zit na deze proefrit? Het huidige huurcontract, of leasecontract. Ja. Maar als dat een beetje soepel opgelost wordt, dan denk ik dat we heel aan het komen.